De uitleg over de oppervlaktebereking van dit soort figuren, hoofdstuk 9. Nou, dan ga ik even dit opzij zetten, dat maakt het voor mij even makkelijker. We gaan eens even kijken. Hoe pak je zoiets aan? Nou, allereerst als je zo'n vraag krijgt, dan zie je dat het opgebouwd is uit stukjes en overal staan maten bij. En dat ga je gebruiken. Kijk, het boek doet het zo, die zet het in horizontale lijnen. Maar als je dat gaat doen, dan moet je veel meer stukjes uit gaan rekenen. Want deze afstand weet je bijvoorbeeld niet, die afstand weet je bijvoorbeeld niet. Deze afstand weet je niet. Dus je moet veel meer uitrekenen dan wanneer je het op mijn manier doet. Als ik hem zo die lijn teken, heb ik ook drie stukken. En of ik nou eerst deze, die en die doe en dan heb ik het groene bij elkaar. Of ik doe deze, die en die, het groene bij elkaar. Dan krijg ik natuurlijk exact hetzelfde. Dus ik laat even op mijn manier zien. Je hebt een werkboek hierbij en daar teken je ook dit zo in. Gebruik dus echt je werkboekje of maak een schets, maar een werkboekje gebruik is fijner, denk ik. Je zet er 1, 2 en 3 in. De berekening, die schrijf je in je schrift. Dus niet op je werkboekje, echt gewoon in je schrift. Nou, nu zie je dat je voor, kijk, 2 berekenen lukt wel. Dat is 7 keer 2, dat gaat wel. 3 berekenen lukt wel, dat is 3 keer 4. Maar 1 oppervlakte berekenen, lengte keer breedte, daar mis je de breedte van. Maar die kun je uitpuzzelen. Want als je goed kijkt, je hebt de achtergrond door de regen, denk ik. Als je goed kijkt, dan zie je dat het hele stuk 12 is. En dit stukje is 7. Ja, dan houden we dit stukje over als zijnde 5. Dus je weet hier, dit stukje is 5. En dan komt het mooi uit. Want dan krijg je dit stuk is 5, dit is 7. En samen maken we het dan helemaal dit lange stuk 12. Dan gaan we verder. Nou, nu moet je de oppervlakte dus gaan berekenen. Nou, dan krijg je bij figuur 1 7 keer die 5. Is 35 vierkante centimeter. Oppervlakte van 2 is lengte keer breedte 7 keer 2. Dat is 14 vierkante centimeter. De oppervlakte van 3 is 3 keer 4 is 12 vierkante centimeter. En zo kom je dan uit op 61 vierkante centimeter. En het boek doet het heel onhandig. Ik weet niet of dat op de achter heb staan. Ja, kijk, zo doet het boek het helemaal. Ja, ik vind dat niet handig. Bovendien vind ik deze verdeling handiger. Dan hoef je maar 1 missend getal uit te rekenen. Kijk, zij moeten er 3 doen. Wij hoeven er zomaar eentje te doen. En verder gaan ze het allemaal zo achter elkaar plakken. Dit is veel handiger. Zo zie je gewoon heel goed wat je aan het doen bent. Eerst deze uitrekenen, dan die opplakken, die plakken. En tot slot tel je ze op. En dan kan je het ook nog eens gewoon lekker makkelijk onder elkaar doen. Ik raad jullie dus aan dit te doen. Ik verplicht het bijna, maar ja, ik kan het officieel niet verplichten. Sommige dingen wel hoor, net als wat het onderwerp wat hierna komt wel, maar dit niet. Maar dit werkt zoveel beter, dus dat is mijn tip. Nou, nu heb ik denk ik hierachter nog gestaan. Soms krijg je een ander soort. Net als deze, die kan je wel allemaal in stukjes gaan verdelen. Maar ik weet niet of jullie het zien. Als je hem allemaal in stukjes gaat verdelen, moet je deze uitrekenen, moet je die uitrekenen, moet je die uitrekenen. Heb je zoveel onbekende stukjes. Maar als je hem nu zo uitrekent, gewoon door eerst heel de rechthoek, en als we nu gaan kijken, dan zie je ook, hé, wacht eens even, als ik die van de heel de rechthoek, als ik die 2 oranje stukken eraf haal, dan hou ik het blauwe over. Dus je rekent dan eerst uit wat heel de rechthoek is, dat is 11 bij 14, hè, dat is heel de rechthoek, en dan ga je die oranje stukken eraf halen, en dan ben je gewoon veel sneller klaar. Dat is even een tip voor vraag 23. En dan zit ik even te kijken, ja, nee, dat is alweer het volgende. Dat was het.